Na mijn HBO-bachelor in de bouwsector wilde ik doorstuderen. Tijdens mijn oriëntatie viel mijn oog op de Master Urban Technology. De opleiding koppelt belangrijke stedelijke aspecten zoals duurzaamheid, financiële haalbaarheid en maatschappelijke elementen aan elkaar. Dit brede perspectief sprak me echt meteen aan. Naast de inhoud vond ik het ook fijn om te weten dat het een kleinschalige master is. Iedereen kende elkaar echt. En omdat ik al 4 jaar HBO achter de rug had, was het eerlijk gezegd wel een pluspunt dat het maar 1 jaar duurde. Het jaar zit heel overzichtelijk in elkaar. Het studieprogramma bestaat uit 4 thema's. Designing Future Cities, Energy Transition, Circular Transition en Mobility and Connectivity. Het eerste half jaar verdiep je in 2 van de 4 thema's. Daarna leg je de focus op 1 thema. Uiteindelijk maak je een portfolio en moet je die verdedigen. Op de opleiding had iedere student een andere achtergrond en dus andere invalshoek. Daardoor pakten we de groepsprojecten vanzelfsprekend integraal aan. Wat ik zo leuk vond aan deze werkwijze is dat ik werd gestimuleerd om verder te kijken dan alleen mijn vertrouwde bouwwereld. Dit gaf mij nieuwe inzichten die ik regelmatig in mijn huidige werk toepas. Ik werk namelijk als omgevingsmanager bij Levon. Een rol waarbij ik verschillende aspecten van de gebouwde omgeving integreer. Alles wat ik heb geleerd bij de Master Urban Technology komt hier samen. De Master Urban Technology leert je breder te denken en buiten de gebaande paden te treden. Aan toekomstige studenten zou ik willen zeggen, de opleiding is intensief, maar zeker de moeite waard.